Thierry is door het dolle heen. Het is echt zoiets geweldigs. Zoiets moois om mee te maken, vertelt de politicus glunderend. Het stel stapte vorig jaar in het huwelijksbootje. Thierry verwacht veel van het vaderschap. Heel veel liefde en heel veel blijdschap. Dat is wat ik voel, ik hoop veel van de moeder terug te gaan zien. Het stel verklapt ook al wat het geslacht wordt van hun eerste kindje samen. Het wordt een jongetje, vertelt Davide. Het geslacht maakt voor de politicus eigenlijk helemaal niet uit. Je hoopt dat je het kind gelukkig kan helpen worden en dat het gezond is. Dat is belangrijk. Nu de baby al 21 weken in de buik van Davide zit, kan het stel ook contact maken met het kleine hompje. We kunnen hem ook al voelen. Dat is leuk. En waar Davide nog het meest nieuwsgierig naar is, is de kleur van de ogen. Ik ben ook benieuwd hoe hij straks uit zo'n ogen kijkt. Of hij ook groene ogen heeft, zoals Thierry. Of misschien blauw, dat zou ook nog kunnen, vertelt de aanstaande moeder die zelf overigens donkere ogen heeft.